Westerbeek hier in Italië. We zijn weer vandaag in een nieuwe vlog bezig. Stop. Featuring Fabian Westerbeek, gesponsord door Westerbeek en Sylvia Westerbeek. Stop. We gaan zitten in een bus. Nou, we gaan kijken die bus, die Italiaanse bus, die duurt zo ontzettend lang. Ja, wat is er? Nou, we zitten in de bus. Daar zijn we hoor. Met z'n allen. Dan rijden we over zo'n wegje. Wat denk je dat het kostte? Ik denk 4 euro's ongeveer. Openbaar vervoer in Italië is extreem goedkoop. Hè? Fantastisch. Dit is ook een roadtrip die we nu maken. Waar naartoe? Naar Canobbio. Nee, maar echt. Het is echt heel mooi. Hey Rens, zullen we even het meer gaan bekijken? Ja, echt mooi. Moet even zo. Ja. Ja, we moeten toch wel een beetje wennen. Ah, daar is ons busje. Heb je lekker gegeten, Luc? Je eet je wat dit jaar. Het was top eten. Osso buco milanesi. En wat had jij gegeten? Pizza diavola met Fabian. Even kijken. Het is bijna knock-out geslagen. Nou, we kunnen nog even weer naar het meer kijken. Dat is altijd ook wel leuk. Zijn we s'avonds laat. In dat complex daar waar we langs kwamen met de bus, heb je voor 230 heb je al wat. Twee slaapkamers. Zou je daar willen wonen? Nee, niet per se. Dat lijkt me wel leuk, dat Alzano Villa. Als die jongens meegaan, vind ik het prima. Wel maar twee badkamers. Luc, wil jij een Maserati horloge? Wil jij een Maserati horloge? Nee, ik vind wat ik nu heb wel mooi. Ik vind het goed zo, ja. Wat wil jij graag? Ik wil graag een setje, dus een paar mooie oorbellen met een ketting en een ring erbij. Armbandjes misschien. Gewoon alles. Dit is de eerste vlog van Fabian Westerbeek. Hallo mensen. Hij is de eerste fietsende vlogger. Misschien kennen jullie het filmpje van Enzo Knol nog, omdat hij op zijn bek flikkert. Best bekeken vlog ever. Dat gaan we nadoen. Dat gaan we nu nadoen. Hij gaat van deze balustrade fietsen zo leek Orta in. We noemen het ook wel fietsen erin met Fabio Westerbeek. We gaan hem even confronteren met deze gevaarlijke. Oh, daar is hij. Ja, daar is hij hoor. De fietsende vlog.